En dan geef ik het woord aan de heer Markensauer van de PVV. Die heeft een vraag aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die ik ook van harte welkom heet. En dat gaat over het feit dat de staatssecretaris vorige week de Kamer informeerde dat de huidige asielstroom als een tijdelijke piek moet worden gezien, terwijl ze woensdagavond op het journaal repte over het permanente karakter van deze aantallen. Dank u wel. Het woord is aan de heer Markensauer van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Nederland is vol. Nederland stroomt vol met buitenlandse indringers. En wij als PVV waarschuwen al jaren voor de gevolgen van deze massa-invasie van gelukzoekers uit met name islamitische landen. Die afkomen op onze huizen, op onze uitkeringen, op onze zorg, op onze welvaart, op onze vrouwen. Het zijn vaak jonge mannen die hier niet komen om bij te dragen, maar om af te breken. Die hier misdrijven plegen. En wij als PVV zijn de enige partij die duidelijk zegt: nul asielzoekers. Sluit de grenzen voor alle asielzoekers. Nul is nul, want Nederland is vol. Vang echte vluchtelingen maar in de regio op. Niet hier. Nederland kan het niet meer aan. Dit grapje, eigenlijk deze ramp, kost ons 20 miljard euro per jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de overlast, de diefstallen, het geweld en de aanrandingen. Wat Nederland nodig heeft, is een stevige staatssecretaris met stevig beleid. Iemand die niet al die linksactivistische partijen hier in de Kamer naar de mond praat, maar hen de deur wijst. Hoe kan het dat de staatssecretaris onlangs in de Kamer zei dat de asielinvasie maar tijdelijk zou zijn? En even later toegaf dat die instroom juist permanent is. Permanent, voorzitter. 5.000 per maand. En dat permanent. Voorzitter, ik heb 3 vragen. Waarom moet Nederland kapot? Vraag ik aan de staatssecretaris. Waarom bent u, mevrouw de staatssecretaris, Nederland kapot aan het maken? Door iedereen duizenden per maand binnen te laten. Wie vertegenwoordigt u eigenlijk? De Taliban, de Syrische regering, Algerijnse dictators? Vertel het mij alsjeblieft, want 1 ding is zeker. De Nederlander vertegenwoordigt deze staatssecretaris niet. En de 3e vraag, stop hiermee. Hoort u mij, mevrouw de staatssecretaris? Stop hiermee. Dicht die grenzen. Nul is nul. Geen asielzoeker er meer bij. Kunt u dit vandaag toezeggen? Dank u wel. Het woord is aan de staatssecretaris. Voorzitter, dank. 2 weken geleden heb ik op deze plek uiteengezet dat we nu te maken hebben met een tijdelijke piekbehoefte in de opvang. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken van voldoende doorstroom richting gemeentelijke huisvesting, zoals ik 2 weken geleden al met u wisselde. Dat zijn de 11.000 statushouders die op dit moment worden opgevangen in de AZC's. En daarnaast is de instroom van nareizigers toegenomen, omdat reisbeperkingen door de COVID-pandemie zijn afgenomen. Ook is de instroom van AMV's toegenomen. En die extra behoefte in extra opvangplekken heeft zich verder gemanifesteerd met het verzoek van de burgemeester van Groningen vorige week als voorzitter van de veiligheidsregio. En inmiddels heeft dat geleid tot meerdere locaties die door gemeenten, al dan niet via de provincie, dit weekend zijn aangedragen. En daar ben ik de gemeente en de provincies zeer erkentelijk voor. Daarnaast heb ik in het NOS-journaal item waar de heer Markensauer over spreekt uitgelaten over het karakter van de asielinstroom. En daar waar we decennia geleden nog zagen dat zich vaak voordeed als relatief kortdurende situaties, zoals we hebben gehad met de oorlog in Bosnië, zien we inmiddels dat asielinstroom een constante factor is waar we rekening mee moeten houden. En dat bevestigt dus ook de noodzaak van een continue inzet van Nederland en de Europese Unie op dit vlak. Uw Kamer kent de inzet van het kabinet op dit vlak, die ook periodiek aan uw Kamer wordt toegezonden, namelijk bijvoorbeeld in de vorm van de voortgang van de integrale migratieagenda. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het versterken van de opvang in de regio, goed grensbeheer, onder meer via Frontex, en een strategische inzet op terugkeer. Specifieke vragen van de heer Markensauer, voorzitter. Waarom moet Nederland kapot?
gemaakt worden? Dat antwoord hoop ik gegeven te hebben, namelijk, en dat zal ik nog eens duidelijker zeggen, wij zijn als Nederland gebonden, en dat doen we, zijn we vrijwillig aan gebonden, aan het Vluchtelingenverdrag en ook alles van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en daarnaast aan de wet en regelgeving van de Europese Unie. En dat betekent dat Nederland aan diegenen die asiel zoeken, die bescherming zoeken tegen oorlog en geweld, dat die hier in Nederland asiel kunnen aanvragen. En als blijkt dat iemand niet in aanmerking komt voor asiel, wordt dat asiel niet verleend. En daar is een hele zorgvuldige procedure voor door middel van de Immigratie-Naturalisatiedienst. Op het moment dat mensen asiel aanvragen, hebben ze recht op opvang. En dat staat in de opvangrichtlijn waar Nederland aan gebonden is. Dan de tweede vraag. Wie vertegenwoordig ik eigenlijk? Ik ben iemand die deel uitmaakt van het Nederlandse kabinet. Ik vertegenwoordig het Nederlandse kabinet en daarmee ook de Nederlandse bevolking en de Nederlandse kiezer. En ik vertegenwoordig in deze functie degene die mij dat mandaat gegeven hebben. En dat is ook uw Kamervoorzitter. Dank u wel. En de derde vraag. Stop hiermee, dicht de grenzen. De heer Marcus Sauer kent het antwoord van mij op die vraag. Wij zijn gebonden aan wet en regelgeving. Wij zijn daar vrijwillig aan gebonden. En Nederland zet zich in voor degenen die bescherming nodig hebben. Degenen die vluchten voor oorlog en geweld. En wij dichten dan ook niet de grenzen. En nul is nul. Dat laat ik aan de heer Marcus Sauer, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Marcus Sauer. Ja, dank u wel, voorzitter. Er verandert dus helemaal niets. Helemaal niets. De grenzen blijven gewoon wagenwijd open. 5.000 per maand minimaal instroom permanent. Er verandert niets door de zoveelste VVD-staatssecretaris van de open grenzen. Wie in deze totale chaos, die in alle bomvolle AZC's heerst, niks doet en de grenzen gewoon openlaat, is incompetent, maakt Nederland kapot en kan beter, zeg ik aan de staatssecretaris, bij vluchtelingenwerk gaan werken of beleidsmedewerker worden van GroenLinks of de SP. Ik herhaal, de PVV is de enige partij in Nederland die zegt nul is nul en Nederland is vol. Doe de grenzen dicht. Dank u wel. Ik geef het woord weer aan de staatssecretaris. En ik wil aan de heer Marcus Sauer vragen om het niet echt te persoonlijk te maken. Hij doet ook een oproep richting de collega's, dus graag op de inhoud. Het woord is aan de staatssecretaris. Ja, voorzitter. Uiteindelijk de strekking van de opmerking van de heer Marcus Sauer is dat ik helemaal niks doe. Of dat is niet eens de strekking, dat zegt hij met zoveel woorden. Ik zou toch graag de heer Marcus Sauer willen herinneren aan de grote hoeveelheid brieven en rapporten die ik naar deze Kamer gestuurd heb met de activiteiten die ontplooid worden en die met grote inzet ontplooid worden om de IND te reorganiseren. Om te zorgen dat COA goede opvang krijgt. Om te zorgen ervoor dat we de terugkeer zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we in Europees verband het stemgeluid van Nederland duidelijk laten horen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ik op dit moment, voorzitter, denk ik niet dat het makkelijk is om te zeggen dat wij niets doen. Niet alleen ik, maar het hele departement en de uitvoeringsorganisaties zetten zich met man en macht in om te zorgen dat de mensen die bescherming nodig hebben, dat die zich tot Nederland kunnen wenden en dat Nederland zich daarover buigt om te kijken of inderdaad die bescherming geboden moet worden en ook kan worden. Dank u wel.